Wij zijn een fotografie-duo in stilleven-fotografie. We werken vooral voor design, mode en culturele projecten. Ja, dat bloemetje moet nog iets dichter bij de opening van dat schaaltje. Hè? Wij werken natuurlijk al heel lang samen. We zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Vind je het mooi om in dat kommetje erin te kijken of dat die meer zo van de zijkant is voorin? Die vouw in de jurk, zullen we die gewoon laten zitten? Ik vind het fijn om te merken dat je door andermans ogen dan naar werk gaat kijken. En dat die afstand is heel bruikbaar bij een werkproces. We dachten wel gelijk aan een familieportret door middel van een stilleven. Maar alleen maar te werken met objecten die we vinden in de archieven van het Koningshuis. En daar vervolgens weer een driedimensionale collage mee te maken. Zodat je eigenlijk ook die diepte, die historische lagen eigenlijk ook krijgt in het kunstwerk. Elk object wat erin staat heeft wel iets te vertellen over in dat portret, zeg maar. Er zitten objecten in die mee zijn gekomen met Maxima uit Argentinië. De schaatsen van Willem-Alexander zijn erin verwerkt. Spullen van de kinderen. Er zitten veel verborgen details in. Ja, wij waren wel erg gecharmeerd ook van toen we door de paleizen liepen om ook met een soort materialigheid te werken. En die muren van die kamers waren vaak ook met opgespannen stof bewerkt. We zijn eigenlijk op zoek gegaan naar een mooie vertaalslag door de foto's eigenlijk weer full color te laten weven. Dat past eigenlijk wel mooi bij onze manier van werken, dat je ook een traditionele manier van het weven hebt, maar met ook een vertaalslag naar nu, wat we eigenlijk ook in die fotografie hebben gedaan. Oh ja, en dat plakbandje? Komt ook heel goed uit. Aangezien natuurlijk altijd een bandbespanning in textiel heeft gehangen, vonden we dat een mooi gegeven om vanuit die traditie te werken. Aangezien ik zelf ook wandkleden heb geborduurd, was dat een voorbestemd gevoel dat het textiel moest worden. Het is best een gekke denksprong om vanuit printen, wat jij altijd kent vanuit je fotografie, naar weven te gaan. Want het is echt iets anders. Die royal blue die komt echt mooi nu, hè? Je kan niet zomaar een kleur aanpassen, want dan gaat de hele boel meelopen. Naar aanleiding daarvan zijn we ook anders gaan fotograferen. Omdat we wisten dat we bijvoorbeeld in verschillende lagen moesten werken. En de schaduwen bijvoorbeeld wat harder moesten aanzetten. Dus dat wisten we op een gegeven moment en daar zijn we weer op gaan anticiperen in onze fotografie. De Blauwe Salon is een plek waar gasten worden ontvangen en hun eerste ontmoeting dan plaatsvindt. Ook wel een wachtruimte. Vandaar ook dat er veel te zien is en dat je dus een tijd kan nemen hier ook om het ijs te breken of zo in een gesprek. Die schilderijen waren natuurlijk het uitgangspunt. Daar is alles mee begonnen qua kleur. Hè? De blauw is goed geworden. Het is een nieuw royal blue. En dat heeft de weverij met de menging van verschillende blauwdraden, zijn ze tot die kleur gekomen. Ja, het is wel leuk dat je soms die constructieelementen toch nog ziet. Ja, ook van die kleine details, zoals zo'n plakbandje wat nog hier zit. Dit is ook eigenlijk een van de oudste stukken die erin zit, hè? Het tafelmes van Willem van Oranje. Het is wel mooi nu om te zien dat die lichtbanen die we meegefotografeerd hebben ook echt zichtbaar zijn. Dat het goed doorloopt vanuit het raam, dat is toch wel op zijn plek gekomen. Valt wel een hoop te vertellen dan als je hier staat, volgens mij.